Dan ga ik nu uitnodigen, dames en heren, Maarten van Hinten, die zijn ode over Felix de Rooij gaat uitspreken. Maar dat doet hij niet alleen, dat doet hij in gezelschap van een percussionist, Vernon Chatelain. En dat gaat heel mooi worden. Maarten van Hinten, zeer getalenteerde duizendpoot. Ik heb gevraagd of ik een duizendpoot mocht noemen. Ja, dat mag. Rapper, rapper, acteur. Ja, rapper, ja, het staat er. Rapper. Regisseur, schrijver, dramateur, coach van nieuwe generaties, jonge makers, heel belangrijk, die de meerstemmigheid in de stad weerspiegelen. En librettist, ook. Hoe Anansi de Stories of the World bevrijden van het Nationaal Theater. Gebaseerd op het bekroonde kinderboek van Brian Elstak. Kortom, ik zei al, er komt een heleboel samen. Dat is ook een ontzettend leuk boek, Tori. Waar ben je? Maarten, please, the floor. Both gentlemen. Felix. Welkom in het trippenhuis. Trippen. Huis. Trippen. 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 Huis. Ironisch hoe dicht deze plek tegen jouw geschiedenis aanschurkt. In elke werkelijkheid schuilen oneindige werkelijkheden. Oneindige werkelijkheden. Werkelijkheden. In deze werkelijkheid, Felix, hier en nu, is dit trippenhuis, een koninklijk paleis voor de wetenschap en voor de kunsten dat jouw wijsheid viert en jouw verbeelding omarmt. Terwijl je voorouders in een andere werkelijkheid niet meer waren dan een streep in de kasboeken van de bewoners van dit pand. De Trips, de Sixen, de Van Loons, de Warins, de Buizen, handelaren in wapens, directeuren van de Sociëteit van Suriname, handelaren in mensen. Handelaren die in 1812 dit pand overdroegen aan de wetenschap en de schone kunsten. De verlichting werd hier in dit pand gevierd. De nachtwacht sierde haar muren. Wie hier werd toegelaten mocht zich ver boven de rest van de wereld wanen. Trippen. Trippen, trippen, trippen. In elke werkelijkheid schuilen oneindige werkelijkheden. Zomaar een andere werkelijkheid, Felix. Waarin je 15 bent. In Mexico stad. Suiker op de tong en je hoofd ontploft in een kolkend visioen. Dit is dat visioen. Maar wie is die wijze, grijze man die boven het visioen zweeft met ogen als draaikolken? De man die nog niet zo lang geleden hier hooguit bij de achterdeur had mogen staan en die nu dit triphuis van voren neemt en met een volle tongzoen wordt ontvangen. Wie is dat? Wie is de man die durfde te benoemen dat de bouwers en bewoners en believers van dit triphuis hun ideologie, hun taxonomie, hun rassenleer onder de tropenzon kapotneukte? De jongen, de bastaardjongen met suiker op zijn tong, beseft in dit visioen dat hij daar het levend bewijs van is. Een maalstroom van verwantschappen.
dat zich niet laat klassificeren of becijferen, laat staan temmen. Dat dat een kracht is, een onbedwingbare levenskracht die eindeloos wat boven is naar beneden haalt en wat onder is naar boven brengt. Een extatische dans met ouders en voorouders en voorvoorouders naar het verleden toe, de toekomst in. And beyond. Het à la Condré van Henk John. Le tout monde van Edouard Glissant. Het koloniaal orgasme. Het koloniaal orgasme. Het kolossale, koloniale orgasme van Felix de Rooij. Dankie. Masha dankie. Masra Felix. You own this shit. Heerlijk. Dank. Felix de Rooij, mag ik je uitnodigen? Ik wou nog wel even zeggen, dat wapen van de familie Tripp is een balletschoentje met een kanonskogel. En die eerste klap, dat was een kanonskogel toen je het begon te trippen. Dus ik schrok ook werkelijk mij een oetje, maar dat er zijn. Heel bijzonder. Felix, wat bijzonder dat ik met... Mag ik je zeggen? Ja, hoor. Ja? Want ik volg u. Ik heb een heel mapje. U zit echt in mijn boekenkast. Ik heb ooit die prachtige tentoonstelling Wit over Zwart. Nou ja, prachtig. U was uw tijd vooruit. Dat zeggen ze. Ja, dat is ook zo. Maar nu gaan we uit het Stedelijk Museum een overzichtstentoonstelling zien. Mag ik heel stiekem weten wat ons daar te wachten staat? Niemand blijft onder ons, dus. Beeldende kunst, theater, film, tentoonstellingen. Alle dingen die je hebt gedaan? Ja, ja, ongeveer, ja. En laat je ook nog zien hoe raar er gedacht werd, en naar ik vrees nog steeds gedacht wordt, over kleur in onze samenleving? Ik weet niet of ik daar aan toe ben. Nee, ik denk dat ik heb gedaan wat ik moet doen. Ja. En dat mensen op allerlei manieren daarop kunnen reageren. En dat het hopelijk misschien wat verandering brengt. Ik geloof wel dat namelijk dat kunst verandering zal brengen. Ja. Het hoeft niet altijd in je leven te zijn. Het kan ook daarna gebeuren. Dat is wel leuk, ja. Het schijnt nog alles te gebeuren daarna. Ja. Maar ja, dan heb je nog stinkend gelijk in de hemel. Dus dat is ook mooi, toch? Nee hoor, het maakt niet uit waar je bent. Oef. Maar je werd, ik stond stil bij het prachtige woord koloniaal orgasme. Want we leven nu een beetje in een tijd... Ja, dat kun je identiteitspolitiek noemen. Mensen willen graag maar één ding zijn. Maar je bent voor mij het voorbeeld dat je bijna alles bent. Echt ontstaan uit een koloniaal orgasme. Ja, dat is waar. Noem ze eens even allemaal op. Indianen, Afrikanen, Joden, Nederlanders. Ben je er wel eens eentje kwijt? Ja. Onder het bed? Onder het bed. Ja, ja. Ja goed. Nou ja, ik ben ook een bastaard, maar bij mij zie je het niet. Ik heb wel zo'n vlekje boven mijn bil. Voor een kwartje toon ik dat straks in de herentoilet. Maar wat vind je van die... Ik bedoel het in het nette. Wat vind je van die identiteitspolitiek? Dat je opsluit in één ding? Ja, ik geloof niet dat niemand zich eigenlijk kan opsluiten in één ding. Ik denk dat iedereen een samensmelting is van een heleboel dingen. Alleen niet iedereen is zich daar bewust van. Maar ik denk... Het moment dat je leert lezen en schrijven en leert zien om je heen... kan je moeilijk zeggen dat je maar één ding bent. Je bent een samensmelting van een heleboel dingen. Dus daar geloof ik in, ja. Ik geloof ook dat iedereen dat ook eigenlijk wel is. Ja.
Misschien zijn ze zich niet allemaal van bewust. Zou het kunnen zijn dat de mensen er een beetje bang voor zijn? Ook dat, want dat betekent dat je veilig bent bij uitsluiting. En ja, minder veilig bent als je het allemaal omarmt. Ja. Nou, dank. We zijn klaar met ons. Ik ben al over mijn 2 minuten heen. Dank je wel. Fantastisch, ja. Adriaan. Dank je. Dames en heren, ik geloof dat ik u nou moet gaan...